Hey, hallo allemaal, Maud hier van de Nina Academy. De komende tijd wil ik jullie wat meer inzichten geven in hoe om te gaan met conflict situaties. Lastige situaties, het kunnen hele uitlopende situaties zijn. Denk aan een kind die op de grond gaat liggen, die zijn jasje niet aan wil doen en dan slaapbewegingen maakt. Of een kind waarin je altijd heel vaak moet vragen of je wil stoppen met spelen. Of een kind die altijd een strijd is wanneer hij naar bed gaat. Super vervelend voor jou, voor het kind, kost super veel energie. Maar wat kan je daar aan doen? Zet een stap terug. Een stap terug, daar bedoel ik eigenlijk mee. Bekijk de situatie opnieuw. En hoe zet je die stap dan terug? Ga eigenlijk als een helikopter boven de situatie hangen. Ze noemen dat wel een helikopterview. En ik wil dan vooral nu bij deze les de focus leggen op de begin. Bekijk de beginsituatie. De beginsituatie voordat eigenlijk de situatie een conflict situatie werd. Wat had je anders kunnen doen? Wat jij als volwassene anders had kunnen doen in de beginsituatie? Dat noem je eigenlijk ook wel preventief handelen. En preventief handelen betekent eigenlijk iets doen om te voorkomen dat iets niet gebeurt. Voorbeelden van preventief handelen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld het kind altijd voorbereidt voordat je iets gaat doen. Dat je heel consequent bent, dat je bijvoorbeeld altijd een dialoog gaat met het kind. Dus vertelt waarom dat je iets doet, of waarom dat je juist iets niet doet. Met die stap terug kan jij kijken wat jij aan preventief handelen kan doen. Dus ga met die helikopterview erboven hangen, bekijk de beginsituatie, in een situatie waarin altijd hetzelfde conflict zich voordoet. En kijk wat jij als volwassene kan doen aan preventief handelen. Stel jezelf de vraag van hoe bracht ik de boodschap? Wat was mijn basishouding? Waar was het kind? Wat was het kind aan het doen? Als je jezelf die vraag aan jezelf stelt, dan kan je tot de conclusie komen dat je iets anders had kunnen doen de volgende keer. Dus succes! Pak die helikopterview. En probeer het uit. En mocht je de hele vlog willen lezen, check hieronder.